Nou, dit is mijn kamer. Het is 14 vierkante meter en ik betaal 280 euro per maand om hier te kunnen wonen. Met 14 mensen woon ik in, in het studentenhuis. En, uh, we hebben allemaal gemeenschappelijke ruimtes beneden en boven die uh, allemaal heel goed voor elkaar zijn. En, uh, veel ruimte en alles wat we eigenlijk nodig hebben is aanwezig, dus dat is uh, helemaal prima. Johanneke studeert aan de Universiteit Twente. Ze had geluk dat ze een goedkope woonruimte kon huren op de campus. Enschede kampt niet zozeer met een kamertekort, maar meer met een nieuw type huisjesmelker. Je ziet dat de rente is laag, dus als je je geld op de bank hebt staan, krijg je niks. En je ziet dat er nieuwe spelers op de markt zijn die kopen met een paar man een huis, zetten de studenten in en dan krijg je studentenhuisvesting op plekken waar je niet wil. Nou, daar kunnen we nauwelijks op sturen. We hebben net in de bestemmingsplannen sfeer een beetje wat geregeld, maar echt goede maatregelen kunnen we niet nemen, want dat mag niet van de wet. Hoeveel van dit soort panden zijn er al in Enschede? Uh, het valt nog mee. We hebben er net onderzoek naar gedaan. En nou moet ik de cijfers, weet ik niet uit mijn hoofd. Dus ik ga liegen. Als, dus ik gebruik de cijfers maar niet. Maar het viel ons nog mee hoeveel partijen die eigenlijk niet in deze markt thuishoren, gekocht hebben. Maar we willen voorkomen dat het nog verder gaat. Wat wilt u dat de minister gaat doen? <laughs> Wij willen graag dat in gevallen waar het nodig is, dat de gemeente ook kan zeggen: en nu is het stop. En nu kunnen we wel zeggen: u moet stoppen. Maar we hebben eigenlijk geen dwangmaatregelen. Dus er moeten middelen komen dat wij niet alleen stop kunnen zeggen, maar dat we ook stop kunnen doen. Dus dat betekent dat het daar ophoudt om op die manier studenten het geld op onrechtmatige manier uit de zak te kloppen. Willen mensen die nog thuis zijn, even naar de woonkamer komen? Johanneke is blij, zeker voor haar collega's studenten, dat de steden de handen ineens slaan om ongewenste praktijken en toekomstige ontwikkelingen aan te pakken. Ja, dat is natuurlijk uh, dat is heel mooi om te horen dat ze dat gaan doen. Want het is natuurlijk belachelijk als iemand gewoon voor te veel geld in een kamer gaat zitten die eigenlijk te klein daarvoor is, voor het bedrag dat wordt aangeboden. Dus uh, ik ben heel blij dat de gemeente daar iets mee wil gaan doen.